Eerst hier, dames en heren, gaan we even, even verder over praten. Hier is Sven Boekhoorn. Cool. Dat was cool, Sven. Welkom. Jij hebt niet meegedaan met het Nederlands kampioenschap. Nee, ik heb gecureerd. Want jij bent eigenlijk zo goed dat je hebt gezegd op een gegeven moment, ik doe niet meer mee. Want hoe vaak ben je het geweest, Nederlands kampioen? Vier of vijf keer. Sinds 2001 jureer ik. Oké, omdat je gewoon inderdaad misschien, je wil nieuwe mensen ook een kans geven, dat is het. Ja, vooral zoals Giorgio nou skate. Het is echt supertalent. Maar vertel eens, jij doet het op wereldniveau, doe jij dit, hè? Ja. Hoeveel mensen, zeg maar, het is dus echt best groot aan het worden, ook wereldwijd. Het is dus in verschillende landen, zijn er toernooien en daar doe je evenementen en daar doe jij mee. Ja, ik doe eigenlijk al sinds mijn 17e zit ik in Amerika. En daar heb je echt wedstrijden zoals in een NBA-stadion, weet je wel, met 20.000 man die dan naar zo'n wedstrijd komen. Echt 20.000 man die komen kijken? Ja. En doe jij op hoog niveau mee daar binnen? Ik ben in 2000 ben ik wereldkampioen geweest. En in 2005 heb ik een grote wedstrijd in Seoul gewonnen. Kijk. En ja, ik draai nog steeds wel mee in de top 10, zeg maar. Dus je spendeert heel veel tijd in Amerika dus ook? Ja, ja. En zijn de prijzen dan ook wat beter dan €300 in wielen? Precies, ja, wel een stuk beter. En een ja. abonnement op de Margriet? Ja. Nee, dat is allemaal wel wat serieuzer. Ja. Dus ja. Je hebt ook, ja, net zoals die camera's die hier staan, heb je daar ook op het parcours staan. En net als een voetbalwedstrijd wordt het eigenlijk uitgezonden. En wat zijn daar dan zeg maar de prijzen voor, wat je kan winnen? Ja, de grotere wedstrijden liggen rond $20.000 ongeveer. Het is echt wel big business. Maar dat is natuurlijk ook als er 20.000 man op afkomt. Hey, en is Giorgio, is die een talent? Ja, hij is zeker een talent. Ja. Nou ja, het is ook een hele slimme skater, weet je wel. Je hebt jongens die beginnen hun run, die droppen in en die proberen gelijk het gekste wat ze kunnen bedenken. En hij denkt echt na over hoe hij zijn run in elkaar zet. En weet ook precies van zichzelf wat hij kan. En hij heeft een hele mooie stijl, hoe hij het overal... Maar volgens mij doet hij het heel erg op gevoel dan. Want hij heeft geen idee waar hij op gejureerd wordt. Ja, namelijk. Dat hoorde ik niet. Ja. Hij doet ik eigenlijk ook. Kwijt, hij doet kwijt. Eigenlijk. Maar het wel is echt een natuurtalent erin. Ja. Maar wat ik zo grappig vind aan dit soort dingen. Want normaal gesproken, ja, ik heb niet door dat dit allemaal aan de gang is. Maar wat jij al zegt, het is groot in Amerika ook. En daar spendeer je tijd veel. Dat is een enorme focus. Je bent ook echt alsof het echt topsport is, ben je daarmee bezig, toch, jullie allemaal? Ja, ik skate nu 14 jaar en het is skaten is gewoon mijn leven, weet je wel. Elke dag heb je met skaten te maken. Ik ben ook sinds 2 jaar heb ik een eigen bedrijf waarmee ik shows in Nederland doe, omdat ik ook voor het skaten word ik wat ouder, net zoals Giorgio, die is 17. Ik was 20 toen ik echt op mijn top zat en ik moet ook een beetje dit in de toekomst... Dat doe je niet op je 40ste, hè, van zo'n reden. Nee, precies. Mij. Nee. Ik merk al dat ik een beetje een oude rot aan het worden ben in de skatewereld. Kan je er wel van leven of moet je er nog iets naast doen? Ben je nog escort? Nee. Je kan er wel echt van leven. Al sinds mijn 17e, weet je wel, reis ik naar Amerika, doe ik wedstrijden en... Is toch cool. Ja. En is dat ook jouw droom, George? Ja, wel graag. Zeker. Jij wil echt gewoon echt heel verder in die inline skaten. Ja, ik vind het cool om hier even iets meer over te weten. Maar gefeliciteerd Nederlands kampioen Giorgio, dames en heren. En Nederlandse topper Sven. Heel goed.